zandkastelen bouwen, hè? Geef het aan mij. Dag, huis. Oh ja? Ik ga je schoppen. Stop. Iedereen moet kalmeren. Blijf uit elkaar. Dus hoe lossen we deze strijd op? Oh, luister hiernaar. We moeten samen een huisje voor onze dochters bouwen. Aan het werk, meiden. Laten we beginnen. Pak een penseel. U pakt een hamer. Deze roze doet mijn ogen bloeden. Bouwplaats? Ik begrijp het. Een frame bouwen. Erop. De muur gaat hierheen. En dit gaat hier. Goed gedaan, beste vriend. Wat is dat voor geluid? Iemand heeft een glas gebroken. Zij was het. Je speelt niet op een bouwplaats. Kom hierheen. Aha. Ik ben erachter gekomen. Je gaat naar een waterpark. Voor de hele woensdag. En jij gaat een film kijken. Wat moet ik doen aan het gebroken glas? Ik heb een idee. We maken een zwart-wit glas in loodraam. Nee, mijn raam zal kleuren hebben. Wauw! Klaar. Laten we dit prachtige glas in lood ophangen. Makkelijk. Ik heb er gewoon een gat voor gemaakt. Licht toevoegen. Perfect. Hier is onze blauwdruk. Elke zone markeren we met een sticker. We hebben het glas. Het is tijd voor thee. Oh, ik ben eten vergeten. Oh, dat drink ik niet. Een kopje kan een goede oude grap zijn. Snel vast. Lief. Oh, hier komen de marshmallows. Heb een geweldig theekransje. Wat is er met de beker gebeurd? Wat dan ook, ik gebruik een rietje. Waarom drinkt ze dat smerige ding? Oh, er zit een puistje. Toen ik de kopjes zag, bedacht ik een decoridee. Laten we er nog meer kopjes op lijmen. Nu heb ik een theespiegel. En een make-up plank. Van het puistje afkomen is het laatste wat je moet doen. Wat vinden we van mijn beauty zone? Het stinkt. Boeken zijn de beste decoratie. Vooral monochrome exemplaren. Nu kan ik mijn kleine vrienden uitnodigen. Ah, spinnen! Wat? Spinnen, wat zijn jullie van plan? Oeps! Enid, laat vallen. Waag het niet om mijn instrument in handen te nemen. Maak kennis met mijn neef. Oom? Huh? Sombere kerel. Ik heb liever iemand die helderder is. En zachter. En ik hou van donkerder en scherper. Heerlijk. Je hebt gelijk. Spinnen zorgen voor gezelligheid. Mijn favoriete fotoshoot. Ik moet alle foto's ophangen. Een kleinigheidje van Wednesday. Lekker. Wat is er mis met mijn foto? Wednesday, dat is niet grappig. Sluit de deur. Geen muziek meer. Wat? Hey, laat me eruit. Ik zit vast. Hulp is onderweg. Dank
ging. Wauw, hier is de deur. We kunnen het uitzicht een tandje hoger zetten. Blijf naaien. Oh ja, de voorkant van het kasteel is klaar. Goed gedaan, Enid. Goed gedaan. Aan en uit. Ik repareer het zo. Huh? Er is niets veranderd. Aangezien de schakelaar kapot is, kunnen we hem er mooi uit laten zien. Oh, spinnenwebben. Beweeg. Wat is dit? Geen vlinders? Kijk, ik heb torens. Tadaa! Zo roze en mysterieus. Ik wil een foto maken. Nee, Enid, ga uit de foto. Ik wil torens en niks anders. Ik heb deze in het zwart nodig. Een filter toevoegen. Klaar. Torens klaar. Ik zal schattige wolken tekenen. Oké, ik kan je helpen. Nu moeten we katoenwolken toevoegen. Ze zien er zo levensecht uit, weet je. Zacht, maar niet slecht. Wednesday, kom. Kijk, chillen onder de wolken voelt geweldig. Oh nee, de wolken brachten een onweersbui. Ik heb een paraplu. Ik leef voor regen. Ik haat ze letterlijk. Misschien doorstreept het kasteel in de wolken. Wow. Ik neem de bloemen. Jij krijgt aarde. Wat is er? Het gras is zo vers. Ik ga dit gebruiken. Wie heeft mijn graf gekaapt? Groei, gras, groei! Grijs is veel beter dan groen. Buskeel. Ik zal zoveel bloemen planten als ik kan. Zo mooi. Huh? Stop ermee, Enid. Uh-oh. Oeps. Oh, mijn prinses. Dit is voor jou. Waar is mijn graf? Oost-west thuis best. Nu hebben we een grasveld voor het kasteel. Zaden? Nee, er zijn insecten. De sleutel is om alles water te geven met zuur water. Oh, wat een mooie bloem. Verlichting maakt dingen 1000 keer beter. Wauw, dat is indrukwekkend. Zou je harten toevoegen? Hier is meer. Ik moet het gewoon een beetje naaien. Leuk. Heel leuk. Haha, een skelet kan veel dingen doen. Hé, Enid, kijk eens naar mijn hek. Kom op, wakker worden. Het hek is klaar. Thing, nee, het snoepje is van mij. Oh, ik heb een geweldig idee. Een snoepbord. Ziet er schattig en heerlijk uit. Wednesday, wat denk jij? Ik ga ook mijn eigen bord maken. Met oude spreuken. Huh?
Wow, ziet er geweldig uit, beste vriend. We hebben een glijbaan nodig. Wauw, laten we er tweekleurig van maken. Oh ja, laten we het huisbord roze schilderen. Geef het terug, het moet zwart zijn. Nee, roze. Oh ja, kussengevecht. Politie, stop met vechten. Zijn dit jouw kinderen? Ze hebben het waterpark en een bioscoop vernield. Haal ze weg. Het bord moet roze zijn. Nee, zwart. Genoeg ruzie. Dit is allemaal jouw schuld. Nee, jij. Ik heb een idee. Het bord zal veel kleuren hebben. En geen kwaad bloed. Dus zijn we officieel open? Je hebt gelijk, Thing. Ik moet veranderen. Nee, niet zo. Geweldig. Ons hangende huis is officieel geopend. Gefeliciteerd. Hier zijn stickers. We hebben Wednesday een fantastisch huis gebouwd. Ga zo door, Enid. Ik wil deze sticker. Je bent mijn hart. Zou jij deze tatoeage voor mij willen doen? Nee, je bent er niet groot genoeg voor. Maar ik kan er wel een krijgen. Het is tijd voor mijn eerste tatoeage. Dit is de plek. Hi. Ik heb een tattoo nodig. Jij weer? Denk je dat je oudbollige bak me voor de gek kan houden? Doe je pruik af. Oeps. Huh? Oeps. Ik kom later wel terug. Dat was gênant. Je maakte me gek. Mijn arme oog. Klaar. Hier is geld. Het is van het huis voor jou. Ik moet iets anders bedenken. Ik heb het nu allemaal geprobeerd. Voor welke look ga ik? Het moet speciaal zijn. Ik weet het. Het enige wat ontbreekt is een jas. Hier is hij dan. Het vampierkostuum is compleet. Ik heb lenzen nodig. Nee, dat is te moeilijk. Ik draag liever een bril. Oeps, bijna de hoektanden vergeten. Nu ben ik er klaar voor. Gegroet. Afblijven. Oh, jij weer. Weet je, je kostuum is zo van vroeger. Dit is wat vampiers dragen. Maak aantekeningen. Vergeet de hoektanden niet. Ik ben zo terug. Een dringend telefoontje? Ik ga er vandoor. We zijn dichtbij. Iemand roept. Eén moment. Ik ben het weer. Ik ben in de salon. Er was hier niemand. Ik kom eraan. Je kunt het afmaken. Hoi, hoe kan ik helpen? Hé, wie denk je wel dat je bent? Kom meteen terug. Mario en ik zijn klaar. Ik schrap hem uit mijn leven. Kom eraan. Geen loodgieters meer, liefje. Spider-Man. Hij is mijn nieuwe obsessie. En een nieuwe tattoo. Oh, ik begrijp het. Hoe lang nog? Klaar. Hartstikke bedankt. Er is geen hoop meer. Het werkte niet. Maar ik ben geen opgever. Ik maak een nieuwe look. Pas. Deze ook niet. Wauw, perfect. Outfit is klaar. Tweede stap is make-up. En kapsel. Nu aan de slag. Het laatste level is het moeilijkst. Oh, ik wou dat de zeemeermin van me hield. Wacht, jij weer. Thing wil een tattoo. Ik begrijp het. Ik zal mijn best doen. Blijf gewoon rustig. Hij heeft pijn. Thing, hou vol. Dat is het. Klaar. Het staat je geweldig. We zijn je zo dankbaar. Ik ben blij dat ik kan helpen. Mijn liefste, ik mis je zo erg. Hoi, ik ben hier voor een tattoo.
Kom binnen. Ik heb hier een tattoo nodig. Een geboortedatum. Dat is gevaarlijk. Je hebt het liever op je arm. Eerlijk punt. Laten we beginnen. Oh, liefje. Hoe gaat het zonder mij? Huh? Wat is er? Goh, daar is een staart. Gevangen in mijn dromen. Sorry, ik ben razend. Liefde is gek, man. Ik weet het weer. Er was nergens magische inkt. Hier is het. Alles wat ik moet doen is de juiste tattoo maken. Klaar. Ja, dat is het. Het is gelukt. Hé, schatje. Je zult het geweldig vinden om een vampier te zijn. Wacht maar. Wacht even. Ik reageer niet. De inkt heeft niet geholpen. Deze nutteloze tatoeage moet zo snel mogelijk weg. Wat een rotzooi. Selfie tijd. Wie belt er? Hallo? De tattoo is nog niet af. Ik kom eraan. Ik neem een hapje voor onderweg. Eindelijk. Waarom duurt het zo lang? Het pakje is al leeg. Ik heb een idee. Kom dichterbij. Klaar. Oh, geweldig. Wow. Net honger gekregen. Wat vinden we ervan? Oh, wow. Ik ben geobsedeerd. Niemand. We gaan naar binnen. Hé. Hey. Blijf rustig. Kijk of er iets leuks is. Een tattoo-pistool. Ik heb altijd al een tatoeage willen hebben. Magische inkt. Hm? Wow. Interessant. Geld is mijn enige liefde. Echt geld. Ik kan helpen. Leuk idee. Geldlawine. Oh ja. Deze keer gaat het goed. Pak het geld en ga. Beste dag van mijn leven. We nemen de inkt ook mee. Pak het samen. Wie zijn jullie? Eruit. De brutaliteit. Je merkte ze net op tijd op. Kun je me nu een tatoeage geven? Prima, als dank. Echte hoektanden zijn mijn grootste droom. Wacht even, ik heb een idee. Magische inkt zal de dag redden. En klaar. Echte hoektanden, zo ziek. Bedankt voor alles. Huh? Wie is dat? Dat gaat je niets aan. Doei. Oh, mijn lief. Het is voorbij. Mijn hart is gebroken. Is zij dat? Ik heb een idee. Trip. Ik heb je. Je bent een superheld. Ik zal je nooit laten vallen. Het plan werkte. Een tatoeage? Ik zou er graag een willen. Oeps, het pistool is kapot. Het is niet erg. Ik heb altijd een backup plan. Klaar om te gaan. Het is geweldig. Vampier en zeemermin voor altijd samen. Helemaal. Ik ben een vampier. Ik ben zo blij. Hoi, we willen graag trouwen. Eerst moet je je uiterlijk veranderen. Huh? Laten we die staart wegdoen. En de hoektanden. Geweldig. Probeer nu onze beste outfits aan. Ik verklaar jullie nu man en vrouw. Ha ha ha!
Baby, welkom in je nieuwe kamer. Ziet er schattig uit. Een nieuw bed. Het is verschrikkelijk. Ik kan niet kijken. Pap, houd het vast. Dit bed is echt iets voor mij. Wil je het een beetje versieren? Diamanten en robijnen geven een koninklijke sfeer. Daar ben ik niet zeker van. Bon appétit. De vork gaat in de linkerhand, het mes in de rechter. Dus saai. Oh, lunch. Ik heb trek. Nee, schat, kijk. Je moet etiketten leren. Oké. Help. Schat, een dansje? Graag, schat. Wat? Dus je noemt dit dansen? Zo oudbollig. Ik heb liever nieuwe bewegingen. Wat? Daar hou ik van. Schatje, ik doe mee. Oh nee, ik doe niet mee. Samen dansen is veel leuker. Bedankt voor de nieuwe bewegingen, schat. Dat is het. Ik ben verslagen. De oude kroon is helemaal stoffig. Nu praten we. Een snor staat daar goed. Edward. Sorry, B. Hoi, knapperd. Je ziet er geweldig uit vandaag. Ik bedoel, dat doe je altijd. Dus, wat moet ik doen? Ik ben vergeten de hond eten te geven. Bailey, eten! Waar ben je, mijn pluizige baby? Wat? Dit is allemaal jouw schuld. Wat heb je met Bailey gedaan? Niets, het is tomatensap. Waar komt de kraag vandaan? Bailey, mijn meisje. Ik schrok me rot. Jeetje. Ze zal het deze keer niet ontwijken. Schat, kom hier. Kijk wat onze dochter draagt naar school. Een schedel. Dana, die is niet van mij. Oh, het is een wereldkaart. Nu zie ik het. Brave meid. Bedankt. Eén woord. Ik krijg honger op de universiteit. Dus een voedzame snack zal van pas komen. Veel beter. Goed om te gaan. Ik ben uitgehongerd. Wie is de leukste jongen? Pap. Peekaboo. Huh? Wie is hier? Uw bestelling. Levering. Hier. Hoe zit het met geld? Eten. Oh nee, wat heb je gedaan? Ben je in orde? Hier is het geld. Je mag alles hebben. Oeh, wat een dag. Moet even afkoelen. Frietjes zijn heerlijk. Hier is een idee. Patat plus ketchup veranderen me in de vampierenkoning. Boe! Dit is belachelijk. Zo maak je mensen bang. Mooie ochtend. Ik maak de kamer van mijn dochter schoon. Ho, mijn haar kan wel een borstelbeurt gebruiken. Wat hebben we hier? Dat is interessant. Wat is er? Een haardroger. Het is een uitkomst. Wow, prachtig haar. Bedankt. Mam, kom eens hier. Hoe zou jij je voelen als je zo wakker werd? Wat doe je? Laat haar gaan. Schat, je hebt het helemaal mis.
Het is een spel. Wat vind je van mijn nieuwe haar? Onze dochter heeft haar best gedaan. Ik vind het geweldig. Dana, wat is deze puinhoop die je hebt gemaakt? Waarom ben je zo luidruchtig? Stop ermee. Waar komt het geluid vandaan? Luidsprekers. 5 uur thee. Waar gaat dat lawaai over? Tijd om je cello te leren spelen. Ik heb er geen zin in. Kom mee. Aangezien je niet alleen wilt spelen, kijk maar hoe de profs het doen. Wat is hier aan de hand? Genoeg met die kindermartelingen. Het zij zo. Ik ben er klaar voor. Als je speelt, speel je samen. Het is verschrikkelijk. Een nachtmerrie. Een ramp. Overal rimpels. Mam is verdrietig. Hoe kan ik haar helpen? Ik weet het. Jam. Oeps. Wat is er mis met mij? Geen rimpels. Je blijft voor altijd jong. Oh baby, ik kan je niet genoeg bedanken. Wat schattig. Een vampier? Wil de koning een vampier worden? Druk op de like-knop. Nee. Het werkte. Ben ik een vampier? Waarom? Mijn beet is hartvormig. Oh jongen. Ik wil geen vampier zijn. Het voordeel is dat we nooit oud worden. Vampieren hebben nog een truc in hun mouw. Wow. Hier, het is simpel. Je kunt het maken. Ik? Ik zal het proberen. Nee. Oh. Ah, ik begrijp het. Oh, ouch. Oeps. Het is gewoon ketchup. Vloog in McDrive. Graaf je in. Bedankt. Het is om van te watertanden. Je bent hysterisch. Niet slecht. Boe. Dat lijkt er meer op. Jullie outfits hebben een opknapbeurt nodig. Waarom? Vampieren zouden dit moeten dragen. Geweldig. Het is tijd voor een makeover. Hey, vinden jullie de nieuwe stijlen van de koning en koningin mooi? Doe je duim omhoog als je dat vindt. We hebben ook een cadeau voor jou. Een tiara. Wow. En gouden hoektanden. Jeez, dat is wild. Vind je het cadeau mooi? Ik neem aan van niet. Er is allemaal niets voor mij. Ik weet wel wat ik moet doen. Deze tiara is mijn ding. Nu kan ik er 5 nemen. Baby, ben je hier? Wow, deze kroon is niet van deze wereld. Jij vond hem ook mooi. Ik ben gepompt. Wauw. Ga slapen. Aangezien ik een tiara heb, kan ik net zo goed op de troon zitten voordat mijn ouders terug zijn. Weet je, het is niet super comfortabel. Een voorraadje. Geld, snoep, tiara. Wat is dat? Een adoptiecertificaat? Oh, snap. Oh, nee. Ik ben niet je biologische dochter. Schatje, wacht even. Dana, lieverd. Wat is dit? Vergeef ons, we houden van je. Het is waar. Dat geloof ik niet. Ik ben je dochter niet. Schat, niet snikken. En het certificaat dan? Schat. Er is geen certificaat. Je bent altijd onze dochter geweest. Echt waar? Dan doen we een DNA-test. Baby,
Slechte timing. Ik ben bang voor naalden. Papa, laat haar met rust. Al haar bloed is gebruikt voor testen. Volg mij. Auw, rustig. Schat, niet nu. Er zijn een heleboel heerlijke flesjes. Yum, yum. Eén woord? De resultaten zijn terug. Echt? Mam, pap, 100% overeenkomst. Onze familie is het echte werk. Geen wonder.